Wat ik heel leuk vind om te doen, of wat ik gewoon heel leuk vind, is... Oh ja, dat vind ik echt heel erg. Ja, ik ben best wel ongeduldig. Een totale herrijf door het verkeer. Nou Anneke, superleuk dat je er bent. Dank je wel. Wat is nou iets in het dagelijks leven wat jij echt niet trekt of heel ongemakkelijk vindt bijvoorbeeld? Ik zou even mijn voorbeeld noemen. Als ik bij een restaurant zit en een ober staat naast mij een drankje in te schenken, dan vind ik dat zo'n ongemakkelijk moment. Omdat je niet weet wat je moet doen of je moet praten, niet praten. Echt? Vind je dat zo erg? Ja, vind ik best ongemakkelijk. Wat ik echt verschrikkelijk vind, is mensen die smakken. Oh ja. Dat vind ik echt heel erg. Maak je het vaak mee of denk je soms van? Ja, wel. Met mijn woordjes. Oh. Mat. Ja. Ook, wel eens. Ja. En ik zeg er ook, ik moet er wat van zeggen. Ja, snap ik. Wat is nou echt iets in het dagelijks leven dat jij echt niet trekt? Waar jij echt niet zeg maar lekker op gaat? Ik denk drukte, man. Ik ben snel afgeleid. Afgeleid? Ja. Dus drukte is echt iets waar jij echt... Wanneer ik muziek maak, ben ik meestal niet met veel mannen in de studio. Ja, ik trek het zeg maar niet als mensen dus op straat bijvoorbeeld enorm stil gaan staan om een foto te maken met het kennen van die Chinezen. Ik ben nou Chinees bloed, ik wil je niet aanvallen. Ja, tijdens het autorijden heb ik het ook wel, ja. Ja? Ja, ik ben iemand, ik hou van... Snel doorheen. Ja, heel snel. Een totale herrijf door het verkeer. Ja, ik ben best wel ongeduldig. Okay, ja. Dus inmiddels heb ik het al redelijk zo geregeld dat ik altijd door kan. Maar ik kan helemaal niet zo goed tegen wachten. Dus het openbaar vervoer is voor mij niet echt optimaal. Ik moet ook veel reizen. Dus ik heb op Schiphol heb ik nu zo'n pasje dat je binnen een half uur in het vliegtuig zit. Waar ik me heel erg aan kan irriteren is mensen die constant op hun telefoon zitten. Maar dat ze gewoon echt niet van hun telefoon af kunnen blijven. Maar zit jij veel zelf op je telefoon? Nou, alleen als het moet, zeg maar. Voor werk of zo. Als ik even iets moet posten of zo. Of even ergens op moet reageren. Maar ik ben niet iemand die heel veel op zijn telefoon zit. Nee. Maar is dat echt het enige waar je heel slecht op gaat in het dagelijks leven? Ben je over het algemeen positief ingesteld? Ik ben geen ochtendmens, dus alles wat er in de ochtend fout gaat, dat wordt gelijk vertienvoudigd. Ik moet het even opstarten en dan gaat het wel op zich. Wat zijn nou dingen in het leven waar je echt lekker op gaat? Dus wat maakt jou gelukkig of waar word je heel blij van? Sowieso muziek. Ja. Dat kan niet anders. Ben je daar elke dag mee bezig? Ja, wel bijna elke dag. Met maken, luisteren, alles eigenlijk? Maken vooral. Ik ben niet zo goed in stilzitten. Nee. Ik heb ook een studio thuis, dus ik neem bijna elke dag wel op. Maar dat vooral. En ik kijk ook graag voetbal. Oh ja, voetbal. Voor wie ben je? Ik ben voor Ajax. Ja, natuurlijk. Wat vind jij nou echt leuk in het leven? Wat is nou echt iets waarvan je zegt, nou daar ga ik heel goed op? Nou, ik ben nu dus een week in Nederland en ga ik vanmiddag voor het eerst naar mijn ouders toe. En ik kan echt niet wachten op het moment dat ik aan mijn hondjes werk en knuffelen. Ah, echt leuk. En hoe lang heb je die dan nu niet gezien? 3 weken of zo. Wow. Want zijn dat echt je eigen honden of wonen die van bij je ouders? Nee, van mam en pap. Maar ik heb natuurlijk wel echt jarenlang met ze in huis gehad. Ja, dus je mist dan ook echt. Ja. Hoezo neem je ze dan niet mee? Mag niet. Mag niet. Nee, mag niet. Wat ik heel leuk vind om te doen of wat ik gewoon heel leuk vind is muziek sowieso. Daar kan ik wel echt altijd van genieten. Maar ja, dat is ook wel een beetje vanzelfsprekend denk ik. Ja, maar waar ik heel gelukkig van word, sushi denk ik. Sushi ja? Ja, dan hebben we echt goede sushi. Ja? Maar dan niet die goedkope, viezige sushi, maar echt gewoon goede sushi. Ja. Nee, gewoon van lekker eten over het algemeen word ik wel heel blij van. Wat is echt een like in het dagelijks leven? Paardrijden. Ja? Ja. Echt? Ja. Heb je wel eens paardrijden? Nou, ik wil je echt wat leuks horen. Ik ben echt gek op dieren. Ik ben gek op paarden en mijn droom is echt een Fries paard. Ja. Maar ik ben zwaar allergisch. Het laatste wat ik kan herinneren is dat mijn moeder zeg maar, mij in een skipak op een paard heeft gezet. En zeg maar, met handschoenen aan dicht heeft getaped, zodat ik maar op dat paard kon. En gewoon als je kijkt in je dagelijks leven rondom werk of privé. Waar word je dan echt gelukkig van? Nou, ik word heel gelukkig van de liefde. Ik ben heel erg verliefd, dus dan is dat extra leuk. Ja, geloof ik. En ik word ook heel gelukkig van mijn team op kantoor. Als ik dan zie dat we het gezellig hebben of dat iemand iets heeft bereikt. Daar word ik ook wel heel gelukkig.